Ik lees u voor uit 1 Koningen 8 vers 60. Alle volken der aarde mogen weten dat de Heer God is en niemand meer. Alle volken der aarde mogen weten dat de Heer God is en niemand meer. En het leerwoord uit Openbaringen 15 vers 4. Wie zou niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, gij alleen zijt heilig, want alle volken zullen komen en zullen voor u neervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden. Wie zou niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, gij alleen zijt heilig, want alle volken zullen komen en zullen voor u nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden. Dierbare Heiland, onze Verlosser, onze trouwe Heer en Heiland, we komen voor uw troon van genade vanmorgen met een dankbaar hart, met blijdschap, vol ontzag omdat wij weer een dag gekregen hebben van u. Een dag waarin wij ons mogen verheugen, een dag waarop wij mogen uitzien naar uw goedheid, uw genade. Dank u, Heer. Dank u, Vader, dat wij ons beschermd mogen weten en dat wij mogen weten dat we met u kunnen gaan en dat we met u meer dan overwinnaar zijn. Dat wij ook de gebrokenen van hart, de zieken, de verslagenen, allemaal, de eenzamen, mogen troosten. Ze mogen brengen voor uw troon van genade. Dat u ze mag omarmen, dat ze mogen weten dat u hun redder bent. U hun beschermer bent, u hun bevrijder bent, net als u onze beschermer, onze bevrijder en onze genezer bent. En dat wij samen met u kunnen gaan om de nood te lenigen, om er te zijn voor wie ons nodig hebben, om dienstbaar te zijn in uw koninkrijk hier op aarde, Vader. Mogen uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. In de machtige naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen, ja, amen. Take